Ja. Elke kast gewoon die je opentrok, zonder kaarsjespullen in. Ja. En alles zat onder met viezigheid. Hoi, superleuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Florien en vandaag loop ik een dag mee met Lizzie's kaarsen. En we gaan het eindelijk doen. Lizzie's kaarsen is een kaarsenbedrijf van 2 meiden. En ik zeg, we gaan het eindelijk doen omdat we dus al veel eerder hadden afgesproken. En toen zaten ze met Koningsdag en dat was ook gewoon best wel een drukke week. En nu ga ik er eindelijk naartoe en I'm so excited. Ik volg die meiden echt al een hele tijd en... Ik vind ze gewoon super leuk van wat ik zie op Instagram. Ze doen het super goed. Ze hebben echt met z'n tweeën zijn ze het gewoon echt vanaf nul begonnen. En ze hebben nu ook echt wel een bereik. En heel vaak zijn de dingen uitverkocht. En ik heb er echt mega veel zin in. Het is in Leiden. Het is 3 kwartier rijden ongeveer. Dus dat ga ik nu lekker doen. En dan zie ik jullie als ik er ben. Hey schatten, daar ben ik weer. Ik zei dat ik jullie pas zou zien als ik er was. Maar ik denk dat ik gewoon lekker even... de camera aangezet in de auto, want ik wil uiteindelijk zou ik wel Drive With Me's willen opnemen, omdat ik het gewoon fucking geweldig vind om, ik hoop echt dat hij blijft liggen, want ik rij echt als een malle, oh my god, ik rij echt als een malle en het is echt, ik heb een subwoofer achterin liggen en die hebben ze vastgezet, maar zelfs die vliegt er nog wel eens uit. Ja, het is echt heel erg. Dus kijk niet om me heen. Als motorrijder zie je het echt heel vaak gebeuren. Ik vind ook echt dat daar meer aandacht voor moet zijn als je dus auto les neemt. Dat je echt goede stukken les krijgt, ook in je theorieboek over motorrijders. Hoe die, wat hun plaats op de weg is, hoe je daar rekening mee moet houden. Dus dat wij, weet je, wij laten altijd een stuk tussen de auto en ons, zodat we rem. Wij kunnen niet zomaar remmen. Als wij heel hard. Een auto kan je gewoon die rem indrukken en dan of je rem induwen en dan gebeurt er gewoon niks. In de zin van je gaat niet onderuit. Bij een motor is dat heel anders. Dus we laten altijd een stuk tussen. En mensen denken dan van, oh, dan kan ik er even tussen. Ze kijken niet. Als we file rijden, dus dan rijden we doorheen, kijken ze ook niet. Dan gaan ze gewoon zomaar naar rechts. Ze kijken gewoon niet. Ze kijken ook niet zo achterom. De meeste mensen kijken zo in de spiegel en kijken zo. En houden bij op. Maar je moet altijd daar kijken. En dat doe ik echt altijd. Altijd als ik hier al zie van, kijk, hier weet ik dat het leeg is. Als ik het niet weet, kijk ik altijd naar links. Omdat daar rijdt gewoon heel vaak iemand in mijn dode hoek. En zeker een motorrijder zie je gewoon niet. En weet je, als je die aanrijdt, dan zijn ze gewoon vaak gewoon kapot, dood, whatever. Pompert! Fucking dikke BMW. We zijn er hoor, Leider. Hey! We zijn lekker aangekomen bij de meiden van Lisa's, of Lisa, ja, Lizzie's kaars is het toch? Ja, Lizzie's kaarsen. En stel jullie voor. Ja, ik ben Laura en Isabel. Hallo. En hoe lang, ja, jullie zijn, wanneer zijn jullie echt begonnen? Daar ben ik echt heel benieuwd. Hoe lang doen jullie dit nu? Anderhalf jaar ongeveer, denk ik. We zijn volgens mij in december 2 jaar geleden, toen werkten we samen bij een online webshop. En ja. Toen dachten we van, hé, dit kunnen we ook zelf. En toen zijn we een beetje gaan kijken van... Maar wat was dat dan? Want jij zegt, we doen dit zelf, maar was dat ook met kaarsen? Nee. We werkten bij een bedrijf. Dat oh, gewoon zelf een bedrijf. Ja. En toen dachten we... Ja, we zaten gewoon een keer samen in gesprek van, oh, hoe leuk zou het zijn als we onze eigen baas zouden zijn. Zoals mijn baas dat is, zeg maar. Ja, heerlijk. Hoe leuk als je gewoon inderdaad... zelf kan bepalen wat voor producten je aanbiedt, hoe je website eruit ziet, hoe je je dag inplant. Ja. En ja, vandaar. Dat is in december 2020. En toen zijn we een beetje gaan kijken van wat zijn dingen die in Nederland nog niet echt groot aan het worden zijn. En wat zijn dingen waarvan je niet voorraden hoeft te kopen, zoals maar dat is wel, ik vond jullie al best wel lang, want toen waren jullie echt nog heel klein. Toen bestond dat dus ook eigenlijk niet echt. Nee. Dus toen zijn we een beetje gaan kijken van wat is iets wat je soort van zelf kan maken, maar leuk is en waar je niet dus een voorraad bij hoeft te hebben. Dat je bijvoorbeeld kleding hebt in 40 verschillende maten. Ja, van die dozen wat hier dan ligt en dan Mee. Dus toen gingen daar een beetje kijken en dachten nou, home decoratie, nou daar heb je er best wel veel van. En toen ging een beetje kijken van, oh, en de kaarsen maken dan echt leuk. Ik had een beetje op Pinterest gezien. Ja. Toen zijn we een beetje mannetjes gaan kopen, maar dat duurde toen vervolgens ook nog wel heel lang. Ja, want hoe begin je? Want je moet inderdaad natuurlijk van alles kopen.
Ja, we hebben eigenlijk gewoon inderdaad online hebben we wat vormpjes gekocht. We hadden volgens mij 1 kilo kaarsen was ergens vandaan gehaald. Ja. Ik denk via AliExpress hadden we wat lontjes gekocht. Ja. Om het gewoon uit te proberen. Of het leuk vinden. Nou ja, toen hadden we gewoon... Maar waar hebben jullie gemaakt toen de tijd? Hadden jullie dat toen in al? In mijn huis. Afgelopen februari, dus het was ook tot echt... afgelopen februari? Ja. Dat meen je? Dit zit hier vast net. Ja. Oh mijn god. Het was een beetje ook een mes van mijn vriend. Van, nu ben ik het wel zat, die hele keuken. En we werden ook wel een beetje te groot. We hadden gewoon geen opslag. We hadden zoveel spullen. Echt elke kast gewoon die je open trok, zonder kaarsenspullen in. Ja. En alles zat onder met viezigheid. En deed allemaal mijn gasfornuis. En daar drupt natuurlijk wel eens wat kaars. Maar hoe wist je dan hoe je het moest maken? Dat heb je gewoon opgezet op internet. Ja. Van, je gaat het gewoon smelten. Ja. Gewoon dit in. En eigenlijk gewoon gaandeweg een beetje leren van bij welke leveranciers is het goed. Je hebt ook best wel dat hoor je natuurlijk in ook verschillende batches en zo heb je echt nog wel kwaliteit. Ja. Want wat heb je nodig? Was? Kaarsenwas? Op de basis denk ik. Is kaarsenwas en dan hebben wij pigment, dus om de kaars een kleur te geven. Ja, kleur te geven inderdaad. Lonten en malletjes en dat moet en tijd. Heel veel tijd. Ja. Want die dingen moeten stollen, moeten smelten. Ja. Gaat niet altijd in één keer goed. Dus dan moet je soms kan je opnieuw beginnen. Ja. Dus en we krijgen ook best wel vaak de vraag van hoe krijgen jullie kaarsen zo? En vaak vinden we dat ook bijna een soort brutale vraag omdat we denken wij hebben zoveel tijd en energie erin gestoken om de leveranciers en zo. Ja, leveranciers vragen ze dan. Of waar je loont hebt voor. Ja, ik had ook heel hoe krijg je ze zo egaal en dat soort dingen. En wij hebben wel echt voor onszelf allemaal trucjes hoe we ze zo mooi krijgen. Ja, we hebben echt ook wel heel wat lelijke kaarsen gemaakt voordat we er echt mee door. Maar dat is natuurlijk altijd. Ja, klopt. Ja. Want allebei een master, daar wordt gewoon echt veel van je gevraagd. En dat vergeten mensen ook die soms bij ons bestellen, die denken wij zijn hier 24/7. Ja, maar daarom is het ook wel goed dat ze dat dan gewoon weten. Want wat studeren jullie dan? Psychologie, allebei. Ja, de basis, ja. Ja, ik doe nu master school psychologie, dus dat is echt met kinderen. En ik de economische consumentenkant psychologie. Dus de marketing. Oh, maar daar ben je ook al druk mee. Ik studie sowieso altijd. Ja. De stages hadden we ook echt wel. Oh, verschrikkelijk. Ik ben zo blij dat ik daar vanaf ben. Ja, en wij zijn ook wel blij als we klaar zijn. En vooral de scripties, dat onderschat je gewoon. Ja, dat komt altijd weer. Want wij kijken altijd iets fout. Als je het inlevert, dan is er weer iets. Ja. Ja. Nee, dat is echt. Dus daarom, soms zijn we een beetje, dan maken we bijna te druk voor onszelf. Ja. En jij bent ook nog veel bezig met sporten, dus ja, we proberen het met te plannen. Allebei altijd heel druk. Ja, maar het blijft gewoon lastig. Ja. Ik denk als je klaar bent met studie, dat het dan wel wat makkelijker gaat. Ja, en ik denk ook, we weten gewoon van dit bedrijf, als we er meer tijd in stoppen, dan kan het beter gaan. Maar we hebben op dit moment gewoon niet meer tijd. En vaak, ik vind het soms wel een soort mensen die in de DM heel ongeduldig zijn van, hoi, besteld, ik heb het nog niet. Terwijl overal staat van 5 tot 7 dagen. Ja, dus wees een beetje lief. Maar met welke vormen zijn jullie begonnen? Want inderdaad zijn er natuurlijk die weertjes erbij. Ja. En die vind ik echt fucking cute. Ja. Ja, we zijn begonnen. Ja, volgens mij vooral met die vrouwtjes en die twist. Hoe heet die? Die twist heet die. Ja, maar, die staat in staat er niet tussen. We laten straks alles zien. Dus dat komt goed. Maar we zijn echt begonnen met al die vrouwlijf en hadden echt, als je hierover nadenkt... Maar dan die kleine of die grote? Want ik zie één kleine en grote. Nee, die kleinere. Ja, die kleine. Ongeveer dat. Dat modelletje, En dan die bubbels, die kwamen op een gegeven moment overal. Maar toen bestelden we ook... Maar toen bestelden we ook van alles 1 malletje. En dan moest je wachten tot dat gedroogd was. En dan kon je pas voor de volgende persoon het maken. Ja, dat is natuurlijk gewoon dus zo. Dus nu hebben we denk ik wel van alles minimaal, denk ik, wel 4 of 5 malletjes. Zodat dat sneller gaat. Ja. Maar meestal zijn we wel... In het begin waren we helemaal van, één malletje, €5. Wow, is dit een leuk, wordt dit verkocht? En nu denk ik, doe maar 5, weet je. Jullie hebben vaste leveranciers voor allemaal verschillende dingen. Dus zowel voor die touw die je aanbrandt, als de was, als de mallen, kleur. Malletjes kopen ook vaak weer via andere bedrijfjes, via Etsy bijvoorbeeld. Ja. Oh ja, dat zijn ook veel bedrijven. Ja, en we hebben ook een ander bedrijfje uit België, die is ermee gestopt.
Dus daar kopen we dan ook om het soort te hergebruiken, duurzaam te houden. We hebben al 2 of 3 keer van iemand het overgenomen. Dus dat soort, ja, we sprokkelen de malletjes vooral bij elkaar. Maar voor de was hebben we nog wel eens in leverancier. Het stomme ook is, wij hebben een organisch product. Dus als de oogst niet goed is gegaan van die koolzaadwas. Want dan, waar bestaat het uit? Koolzaad? Koolzaad, ja, en dat is een plantje en daar wordt het van gemaakt. Maar er is dus ook wel een wereldwijde schaarste een beetje over. Dat soort dingen. En als de oogst dus niet goed is gegaan, dan onze Nederlandse leveranciers, die krijgen het ook niet goed. Nee, ja, dan krijg jij natuurlijk minder. Ja, dus daarom moesten we toen eventjes dicht, omdat het was er gewoon niet. Nee, ik klopt. Wij hebben ook gewoon een natuurlijk product. Die hadden gewoon inderdaad zelf ook niks op voorraad. Ja. Dus in dat opzicht kunnen we nog wel wisselen van leverancier. Waar is het nog in de aanbieding? Ja. Waar we nu wel eentje waar we gewoon tevreden mee zijn. En we hopen dat die niet er op een gegeven moment klaar mee zijn. Nee. Dat het op is. Ja, we merken ook wel gewoon dat het inderdaad per leverancier ook nog wel kan verschillen van hoe goed de kwaliteit is en zo. Ja. Je hebt bijvoorbeeld, dat zijn gewoon dingen die je merkt. Wat is het kutste wat jullie ooit hebben meegemaakt in jullie hele proces? Oh, nou, ik weet. Ja, één ding wat wel echt heel veel was. Wat is het? Maar we hadden toen één keer hadden een badge was waarvan bijna elke kaars brak. Als de was stolt, dan krimpt het een beetje. Ja. Alleen als het heel veel krimpt, dan gaan er dus gaten. Invallen, En dan hadden we gewoon, zelfs echt onze makkelijkste kaarsen, die bubbels, gewoon recht door midden. En aan wat lag dat dan? Die aan was, de kwaliteit van de was. Ja. En met deze die we nu hebben, gelukkig hebben we eigenlijk bijna nooit een gebrande kaars. Ja, echt hoor. Maar ja, dus ja, en dan heb je, dan is dat het enige product wat je hebt. Dus dan moet je denken van oké, hoe gaan we dit oplossen? Waar gaan we iets anders vandaan? Ja, maar dan moet je natuurlijk weer een nieuwe halen, moet je ook weer uitproberen, moet je ook weer kijken of dat Dus daarom is het ook heel veel mensen die denken wel, ik doe dit even, maar er zitten echt nog best wel veel dingen aan. Ja. Met ook wij die ongeduldig zijn met de kaars uit de mal halen en dan, oeps, het armpje gaat eraf. Ja, het moet weer opnieuw. Oh, ja. Of bijvoorbeeld ook gewoon van de leverancier waar we onze kleurstoffen vandaan hadden, hadden ze opeens een bepaalde kleur hadden ze niet meer. En dan moet je gaan kijken bij andere badge. Kunnen we het daar vandaan halen? Ja, we hadden bijvoorbeeld echt wel een tijdje problemen met die badge. Toen hadden ze badge, stond op de website als hetzelfde product, maar was gewoon echt een andere kleur. En nu hebben we het dan weer bij een heel klein bedrijf vandaan, maar dat kost gewoon veel meer geld. Ja. Maar het is wel waar, want het is een veel mooiere kleur. Ja, dus gaandeweg kom je wel het een en ander tegen eigenlijk. Ja. Ja, zeker. Dus je leert dat ook nog wel. Ik vind dan onze social media kan beter, onze website kan beter. Maar dat zijn allemaal dingen dat we zeggen, we moeten dat doen. En dan vervolgens verwatert dat omdat je dan gewoon maar bezig bent met zoveel mogelijk produceren voor maar de mensen. Maar wil je niet van iemand hebben die gewoon die studie doet of zo? Marketing of social media of something die gewoon stage loopt. Ja, meer stagiair dan. Ja, maar die dan zegt van joh, ik wil mijn vrije tijd wil beoefenen, dus geef jullie Instagram maar en. Ja, zou wel leuk zijn. Ik zie jou. Ja, dus nee, dat zou wel leuk zijn, maar echt om iemand er echt voor te betalen, dat is. Nee, ja, maar betalen we toch nog niet. Nee, daarom zei ik ook gewoon iemand die een studie doet en denkt zo, ik moet stage lopen of ik wil het in mijn weekend. Misschien kunnen we wel stage vacature eruit. Ja. Ja, dat is leuk. Maar dat stond, wij zijn hier zelf ook niet vaak. Ja, boeien, maar dat daarom zei ik ook. Misschien wel eens van de vrije tijd doen. Weet je, er zijn heel veel mensen die in de vrije tijd dingen willen oefenen. Ja, we hebben wel eens mensen gehad die een portfolio wilden oefenen. En dan ging ze een foto schieten. Ja. Dat was heel leuk. Maar je merkt gewoon allemaal dingen waarvan je weet, er moet gewoon meer tijd in zitten. Maar we hebben niet meer tijd. Maar het kan beter als we meer tijd hadden. Ja. Dat is irritant. Want dan denk je. Maar als iemand zich nou aan zou melden en je zou zeggen van ja, ik wil jullie wel helpen. Nou, wie wil. Hé, wie wil? Als je geroepen voelt, benader ze gewoon. Ja, ja, heb je weer iets leuks op je cv staan. Ja. En ze kunnen het goed gebruiken. Dus iedereen zou echt wel tering lachen zijn. Nou, mag hoor. Mag. Ja. Maar, en dat duurzame, hoe doen jullie dat? Want ik vond dat echt zo, toen ik dat las, dacht ik, oh, dat vind ik zo belangrijk. Bedrijven die duurzaam... Nou, eigenlijk toen we begonnen, toen zeiden we al, het moet duurzaam zijn. Omdat ook, we zijn er zelfs al mee bezig. Kaarsen heb je al. Je kan naar de bosrand gaan en een kaars kopen. Ja. En de bosrand?
Ja, of ja, weet ik, denk ik, Xenos. Ja, dat zou de hele afdeling daar. Wat is de boswand? Oh, wat is de boswand? Boswand is niet. Ik dacht, nee, helemaal niet. Dat is gewoon niet zo'n randstad. Gewoon de intra. Gewoon het bos bedoelde. Gewoon de intratuin. Oh. Is dat, ik denk, waarom ga jij nou het bos in? Maar... Oh. Nee, gewoon een blokker of zo. Daar kan je ook gewoon simpele kaarsen kopen. Ja, dat is wel het idee, want kaarsen kun je overal kopen. Ja. Dus het moet wel iets bijzonders zijn. De boswand. Ja, sowieso. En plus, ja... Het idee gewoon van het vegan product vonden wij wel belangrijk. Ja, want wat veel mensen niet weten is dat de normale kaarsen worden vaak met op basis van chemicaliën op dieren getest en dat soort dingen. Dus dat proberen we allemaal dan niet te doen. En dan heb je nog het verschil tussen koolzaadwas en sojawas. En sojawas dat wordt eigenlijk vooral geoogst in Amerika, dus dat moet nog helemaal de zee over. Oh ja. Dus dat is geen optie. En dit komt uit Duitsland. Dus het moet wel een stukje reizen, maar het is nog wel binnen Europa. Ja, wat wij belangrijk vinden. Bij, hoor. Ja. Ja, dus dat komt gewoon. Ja, hoeft niet met de vliegtuig de zee over of een boot of dat soort dingen. Dus in dat opzicht hebben we gewoon gezocht naar duurzame kaarsen. Om het mee te maken. Zodat je ook weer net wat anders bent dan de dingen die gewoon in de blokker worden verkocht en op dieren worden getest en dat soort dingen bij was worden gemaakt. Ja. Dit is onze nieuwe aanwinst. Ja. Dit is echt onze trots sinds wij... Want dit deden jullie dus eerst thuis? Eerst deden we dit op deze manier thuis, dus met twee kleine balletjes. Ja, dat was echt geen succes. Dit stond bij jou thuis? Ja, dit was gewoon je fornuis, was het toen? Dit was mijn fornuis en er lag hier allemaal kaarsenwas op mijn vornuis. Ja, eigenlijk echt heel erg. Maar hier kun je maar één kleur tegelijk in doen. Dus toen gingen we eigenlijk daar naartoe. Hiervoor sparen. Ja, hebben hiervoor gespaard. Het was wel dan... Maar wat doet dit ding? Dit kookt het. Ja, hier zit water. Hetzelfde idee, zeg maar, als die. Alleen heb je nu... Sotering dat heet? Ja. Maar hier kunnen nu dus 6 kleuren tegelijk in maken. En daar kun je er 2... Oh, ja, ik zie het inderdaad. Ja. Maar gebruiken jullie die nog eens? Voor het hersmelten van de kneusjes, om het zo te noemen. De kneusjes. Ja. Maar hier doen we het eigenlijk nooit in, omdat we voorkomen dat die lontjes... dat is ook zo. Oké, maar hier begin je? Ja, ja. En hier gebruiken we dit altijd. En die soms als we denken van even snel. Even snel. Ja, dit zijn ook wel, dit zijn helemaal buizen die tot hier lopen. Dus voordat dit allemaal gesmolten is, dat duurt wel even. Maar stop je hem dan helemaal vol? Ligt eraan hoeveel we moeten maken, maar het kan zijn dat we vol stoppen. Het ligt er echt aan, want soms moeten we van groen 2 kaarsen maken, dan doe je die buis niet vol. Nee, want dan, maar soms moeten we voor het heel veel beige maken, dan doen we wel tot een hok en soms 2. Maar dit is dus wel echt iets waarvan we hebben gemerkt van nu besparen we heel veel tijd. Ja, heel veel tijd in die we hebben. Maar die was gewoon constant... Ja, dan staat het en dan is het gesmolten, of dan is het bezig met smelten en dan moet je gewoon super lang wachten. Ja. En dan zit je eigenlijk een beetje tussendoor te wachten soms. Ja. Dus ik merk wel echt dat we nu veel meer kaarsen kunnen produceren. Maar dat is zo relaxed. En efficiënter. Ja, efficiënter inderdaad. Zeker. Oké. Okay. Dus nou ja, hier, eigenlijk wat we doen als we binnenkomen, dan... Zetten we gelijk dat ding aan. Ja. Het duurt gewoon even voordat het is gewoon echt een pan ook. Het is echt een pan. Dit gaat aan als we binnenkomen. Ja. En dat duurt natuurlijk even. En dan eigenlijk wat we in de tussentijd doen is. Hier staat alles wat we vorige keer hebben gemaakt en nog uit de malletjes moet. Ja. Dus hier komen straks. Dit zijn gewoon die malletjes. Ja, dit zijn de malletjes. Maar wat is dit? Siliconen? Siliconen. We hebben hier plastic. Echt van alles. En dat is ook nog wel het grappige. Je merkt er ook echt. Verschil in kwaliteit mee met de mallen. Sommige, deze mallen, dat is dan dikker siliconen, hebben eigenlijk nooit problemen mee. Dat blijft dat gaat heel lang al mee. Heel lang goed. Ja. Bubbelkaarsen hebben denk ik in totaal al 500 verschillende mallen van gehad, want die scheuren binnen een seconde, zeg maar. Dus daar merk je ook gewoon in veel kwaliteitsverschil, maar ook prijsverschil, want hoe duurder zo'n mal, hoe duurder het kost, maar wel weer hoe langer het meegaat. Ja. Dus in principe gaan we deze er dan uithalen. Op jullie manier natuurlijk. Op onze manier. Nou, je kan het laten zien. Ja, laat het even zien. Laat het even durf zien. Durf je het? Spannend, hè? Laat het eerst zien, het linkerarm, dan het rechterarmje. Dat zei je inderdaad. De camera staat er vol op, hè? Er is techniek achter. Nou, dit is dus van hersmotten was. Ja. Dus het kan zijn dat hij nog een keer heel lelijk is. Ja, en dan gooi je het op een gegeven moment gewoon weg. Ja. Dan is het gewoon klaar. Helaas, maar
ben helemaal zenuwachtig. Tadaa, voor jullie. Daar is ze. Het is niet helemaal perfect. Nee. Kijk, hier zie je. Helaas. Oh ja, ja, dat gebeurt. En wat je ook ziet, die witte waas. Oh ja, dat inderdaad. Dat heeft volsteen, dat kan je in principe er met een warme doek afpoetsen. Maar dat, zeg maar, wat dus kaarsen in het blok er zo niet hebben. Is dus die frosting, maar dat komt omdat daar speciale chemicaliën voor nodig zijn om dat tegen te gaan. Dus vandaar dat er soms een witte waas zit over de kaars, maar dat kan dus verder geen kwaad. Nee. Maar dat heeft dus te maken met... Krijg je daar ook wel eens gezeik over? Dat nee, eigenlijk niet. Nee, nog nooit echt gehad. Maar zelf vinden we het soms... Kan het heel heftig worden en dan denken we, nou, het is niet meer heel mooi. Nee. Vooral als iets een langere tijd staat... kan het heel heftig worden, vooral hier is het ook niet heel erg goede temperatuur soms. Ja, dus het wordt heel koud. Hoe groter die temperatuur verschillen, hoe meer van die frosting je krijgt. Ja, ja. Maar wel alleen met de donkere kleuren, dus we hebben er niet echt altijd last van. Ja, maar komt het met die donkere kleuren dan omdat je het dan beter ziet of heeft het met die kleur te maken? Ja. Nee, want je kan het ook wel soort voelen met je vingers, maar... Ik wilde bijna vragen, moet ik jullie helpen, maar toen hoorde ik jouw opmerking. Nee, dat was jij zelf dan. Oké, deze is helemaal goed. Deze heeft niks. Oh, ik ga hier zo goed op. Van die mooie kleur, van die ASMR gevoelens krijg je er dan van. Ja, eigenlijk moeten ze dat ook een keer doen. Maar kijk, dat zijn dingen waarvan je denkt, daar kan je TikToks over opnemen, maar vervolgens... Jullie zouden echt een keer zo'n ASMR video moeten opnemen. Met hoe jullie het uitpakken. Ja. En dan met dit wat dan aangaat. En dan fluisteren van, we gaan het nu aanzetten. En dan... Ik weet niet of ze dan met mijn stem willen, maar misschien met jouw stem. Maar je moet fluisteren, dus dat hoor je toch. Alsof je al het verschil hoort. Oh, jammer. Ja, doe jij dat bijna maar. Nou, dit zijn eigenlijk gewoon kaarsen die we als voorraad gedeeltelijk hebben. Ze zijn niet allemaal perfect. Ja, dus, want dit zijn ook allemaal dingen die nog niet... kaarsen die nog niet online staan. Oh. Welke staan nog niet? Ik wou net zeggen, want deze heb ik nog niet echt gezien. Ja, er zijn wel een aantal. Oké, maar deze zijn dus nog niet... Ja, misschien wel, misschien niet. Dus, sneak preview. Ja, inderdaad. Sneak en dan peek. Ja, gewoon een beetje voorraad van dingen. Weet je, soms maken we gewoon... Als iemand het bestelt, dan maken we het gewoon 2 keer. Ja. Want ja, wat we net zeiden, het mislukt ook wel eens. En als we het dan gewoon 2 keer maken, soms lukt het wel. Wat is dit? Ja, dit vind ik ook wel heel cool. Abstracte hoofdjes. Oh, die vind ik echt fucking cool. Een soort Maya-achtige... Ja. Verkopen jullie die ook nog? Staat er hier iets wat jullie niet op de website hebben? Die niet, nee. Deze. Oh ja, dat zijn die... Dit zijn er gewoon kandelaarskaarsen. Ja, die is ook populair. Dat moet wel ook een keer komen. Maar, ja. Maar de rest, allemaal wel. Ja, behalve dan die nieuwe kaarsen, zeg maar. Hier staat het meeste. Is deze ook nog nieuw? Online. Ja. Zo'n wolkje. Oh mijn god, ik vind het echt geweldig. Ik wil het echt opeten. Cool. En al onze verpakkingsmaterialen, verschillende kaartjes, deze hadden we een tijdje geleden dan nieuw. Als we iets leuks erbij willen zetten, als iemand een hele grote bestelling plaatst. Of, als je kleine bestelling plaatst, ben ik eigenlijk... Ja, ik krijg sowieso iedereen gewoon een visitekaartje met een kortingscode erop voor de tweede bestelling. Oh. Maar dit is gewoon een soort, dit hadden we gewoon voor onszelf extra van... Dus je krijgt ook nog korting als je bestelt. Chill. En dan lekker al papier. Verpakkingsmaterialen. Ja. Wat is dit? Wat staat hier voor gekkigheid? Ja, dit zijn gewoon wat extra... Sommige dingen zijn gewoon decoratieproducten van onszelf voor foto's. Oh, ja. Maar deze dingen staan ook wel de meeste hiervan op sowieso website. Van IKEA? Nee, is niet van niet? IKEA. Niet? Oh, dit vind ik echt IKEA worden. Maar dit zijn de meeste dingen wel, die staan ook op de website. Oh, ja. Nice. En... Ja, hier is gewoon eigenlijk... Dit is gewoon een beetje de ruimte, hier waar we net lekker lopen eten. Ja, hier gegeten en daar zitten we gewoon meestal met onze laptop ook en zo. Dit is dan so waar cute. We alle spulletjes voor de markt, dit is wat we mee willen nemen. Ja, dit gaan jullie meenemen, dus toch? We gaan zo meteen allemaal inpakken. Oh mijn god, al die kleuren. Ik word er zo happy van. Ja, en hier werken jullie. Ja, en hieronder zitten dan al. Ja, al die mannen inderdaad, alle mannen, toch? Alle mannen. Ja. En dan een deel staat natuurlijk ook hier op de toonbank. Zo te zeggen. Zo cool. Ja, dit is onze zak met was. Oh ja. Daar dat is echt van die was inderdaad. Ja, daar begint het allemaal mee. Zo starten we het. En dan gooi je er een kleurtje bij. Zo cool. Ja.
Ja, en vroeger begonnen we met 1 kilo van dit en dan was het al 1 kilo en nu kopen we 100. Wat, hoeveel is dit? Dit is een zak is 25. En maar dan moet je naar boven sjouwen. Ja. Ja. Ja, dat is een hele koud. Ja. Oh ja. Mijn god. En dan hebben we hier gewoon nog een klein plekje waar we dan mee zitten als we gaan inpakken. Alles spulletjes. Ja, de visitekaartjes die iedereen krijgt. Ja, die krijgen jullie wel. Oh ja, cool. En waar is die krant van? Oh, die ligt hier natuurlijk. Ja, en overal liggen die. Ja, die wilden we meenemen naar de markt. Ja, maar dat is echt fucking mooi. Jullie hebben het echt goed gedaan hoor. Als je dat gewoon bij jullie kraam gewoon neerzet, dan is het gewoon... Ja. Er staat wel gewoon dik gedrukt, handgemaakt, dierproefvrij, duurzaam, ja. 100% organisch. Nou, ik zou kopen. Ja, dus ik ben heel benieuwd. Ja, ik ben ook heel benieuwd. Bevalt. Ik ben wel echt heel benieuwd hoe het bevalt. Ja. Oh, heb je een bericht? Oh. Ja, die zit erbij. Er is wel een groot deel gelukt. Alles wat daar staat, dat kan weer. Die beertjes ook. Oh mijn god. Die beertjes vind ik echt geweldig. Ja? Ja, ik vind dat echt zo cute. Mensen die stom. Nee, waarom? Ik weet niet. Willen mensen dat in hun huis zetten? Ja, ik vind die zo cute. Ja, blijkbaar wel. Maar doen ze het niet goed dan? Jawel. Ja, zie je. Dat heb ik zelf niet verwacht. En die mannen vind ik ook heel cool. Leuk, maar misschien kinderlijk. Ja, dat was echt... Ja, nee, ja, maar dat is, tegenwoordig is dat toch allemaal cute en... Aesthetic. Ja, dat. Dat vraag ik dus goed. Dat doe je, maar het is gewoon je werk wat je doet. Ja. Ja, en dan op een gegeven moment houdt het zeg maar... Ja, kijk, als je die foto's van elkaar wat je gaat doen, is misschien wel dat mensen op een gegeven moment denken van ja, oké, die weten het wel, maar ik denk dat mensen, ja, waarom niet? Ja. Misschien omdat ik zelf dan denk van... Het is allemaal niet bijzonder wat we doen, maar dat bewijst... Nee, ja, dat is niet waar, niet waar. Omdat er zit zoveel... Dat probeer maar kijk wat jullie al hebben. We zijn helemaal vanuit de keuken begonnen. Nu hebben jullie dit al. Ja, dat is ja niet bijzonder, denk ik. Nee, maar meer dat ik denk, ja, eigenlijk ook wij hebben zoveel onze eigen maniertjes en zo. Eigenlijk is het wel best bijzonder hoeveel we er ook vanaf weten. En dat mensen dat ook maar denken van, zij doen dat maar even en het is... Maar, ja, maar daarom is het ook goed dat ze dit maken, hè? Dus ze doen het niet maar even, ja. Heel veel tijd. Hoe lang zijn jullie gemiddeld bezig? Als jullie echt... Het ligt er echt aan hoeveel bestellingen we hebben. Ja. Maar hoe plan je dat dan? Want stel je krijgt... wat krijgen jullie gemiddeld qua bestellingen ongeveer? Ja, het verschilt gewoon heel erg. Gemiddeld krijg je beertjes. Per week. Ja, ik weet het gewoon. Het is gewoon 5 of 10. Gehad. Deze week hebben we er volgens mij 3 of zo gehad, maar dat is denk ik ook omdat we dus geen promoties hebben gedaan. En nu maar uitgeven. En dan deden jullie gewoon een dag weer in de week in, dat jullie gewoon die 3 gaan maken. Ja. Zijn jullie dan altijd samen? Vaak wel. Vaak is het maandag of dinsdag. Ja. En als het dan dus nodig is, dan zeggen we gaan vrijdag nog terug. Ja, voor de extra orders. Of we gaan nog terug op woensdag. Maar vaak kijken wat komt uit het school en is het nodig. En sturen jullie ze dan ook meteen dezelfde dag op als ze gemaakt zijn? Okay, ja. Nou, het ligt er dus aan of het gelukt is. Ja, soms kan je zoveel smaken en dan mislukt het. En dan moet je dus de volgende dag terug om hem nog meer te maken. Wat is het meeste dat jullie hebben gehad? Ik denk met die van die boxen, dat toen hadden we gewoon 30 boxen in één keer. Maar dat red je niet in de week. Nou, kijk, ja, maar die boxen zijn al klaar. Ja, dat is natuurlijk kaarsen zijn al klaar. Okay. We zorgen eigenlijk dat we die combinaties en zo tegelijkertijd kunnen doen. We hadden dan gewoon hier het helemaal volgezet met allemaal verschillende dozen. En dan gewoon in elke doos 3 of 4 kaarsen. Wat een beetje leuk bij elkaar staat. En dan, nou ja, dan konden we gewoon tellen van oké, we hebben zoveel dozen, dat zetten we online. En dan hoeven we het eigenlijk alleen daarna nog te verzenden. Ja. Ja. Dus dat. Ja, oké. Nou ja, dat is dan voor ons wel gewoon haalbaar. Maar bijvoorbeeld toen we die beertjes hadden gedaan, toen hadden we ook best wel heel wat bestellingen op één dag. Toen hadden we er echt in één keer 15 beertjes moesten maken. En daar hadden we dus, omdat we dachten, joh, dat wordt niet zo goed besteld, we hadden nog maar 1 mannetje. Dus dan moet je wel echt elk beertje dat erin gaat hopen dat die lukt. Want we weten, er moeten er 15. Dus toen zijn we ook nog wel even alleen teruggegaan om dat beertje dan te gieten. Wat grappig dat jullie dachten dat het niet ging lukken. Ik zag het en ik dacht, oh mijn god. Ja, maar wij dachten zo'n beertje, ja, het staat misschien, ik weet niet. Mensen zetten het misschien niet zo snel op een keukentafel of zo. En geurkaarsen, want ik zat net aan jullie kaarsen te ruiken of ik überhaupt iets kon ruiken. Nee.
Heb dat gelezen volgens mij, dat jullie daar wat over toen over... Nou, we hebben heel vaak de vraag van mensen die dat dus willen. Jullie hebben daar toen die reden voor gegeven, wat was dat ook alweer? Het is een, er zit heel veel reglement aan. Oh echt? Ja, je mag dat niet zomaar doen van het EU en je moet er ook kosten voor draaien. Wil je zo'n certificaat aanhalen? Want? Omdat vloeistoffen zijn over het algemeen chemicaliën. En als je werkt met chemicaliën moet je daar dus een soort bepaald label voor. Ja, en die moet je kopen. Maar hij zou vroeger dat dan ook met die kaars die zij gebruiken, want dat zijn gemaakt met chemicaliën. Die kopen natuurlijk bij leverancier. Die leverancier moet wel zorgen dat dat allemaal in orde is. En eigenlijk, een tweede reden is omdat het vaak met chemicaliën wordt gebruikt, dat willen we gewoon niet. We zouden het wel leuk vinden om een geurkaars, maar dan willen we dat wel zo natuurlijk mogelijk. Maar bestaat al natuurlijk. Daar hebben we nog eigenlijk niet meer in verdiept. Maar eigenlijk puur om het feit omdat we al dachten van het is best wel een gedoe om een geurkaars te doen. Misschien voor in de toekomst een video tijd. Ja. Ik vind het wel zeker wel iets voor de toekomst, want het, is, het maakt wel van een kaars branden ook nog leuker, zeg maar. Ja, als het een lekker geurtje afgeeft. Waarom doen we er een stiekem omheen? Deze mannetjes hebben allemaal zo'n insnede aan de zijkant om te Dan blijft hij tegen, blijft hij gewoon. Als je het erin ziet, dan loopt het uit. Dus dat hebben we ook wel eens gehad hoor. Ja, dan lag mijn hele, hoe heet het, mijn werkblad thuis vol. Want toen hadden we vergeten dit te rijgen en dan loopt het er allemaal uit. Of, dat was ook echt een paar keer, dan zit het gevuld en dan gooi je het om. En dan zit je hele thuis, je hele keuken onder elkaar. Wie doet hier de financiën? Ik voornamelijk. Ja, financiën. Ja, weet ik veel. Dat is wel. En Isabel die helpt natuurlijk wel waar ze kan. Maar zij is beter in social media en ik ben beter in de. Maar het is niet dat we zeg maar echt verder een Nee, maar jullie hebben het al goed verdeeld. Dus jullie hebben niet iets kunnen ofzo. Dat jullie. Stel dat jullie altijd zeggen, de boekhouding kunnen wij niet. Nee, maar we hebben het ook wel, we doen het deels ook nog wel met iemand samen die het controleert voor ons. De inkomstenbelasting en zo, die aangifte, dat hebben we wel. Daar heb je met zo'n bedrijf natuurlijk alles bij kijken. En de kleinste dingen waarbij, dat weet je gewoon niet. En je leert er wel meer over, maar bijvoorbeeld, je mag niet zomaar verschepen eigenlijk naar België. Allemaal omdat dat weer andere btw-regels heeft, een bent aan het exporteren. Een eigen motor kopen is nog wat duurder. Maar dat weet ik wel. Van hoeveel je rijdt waarschijnlijk. Nou, ik weet niet. Ik zou het wel heel graag willen hoor. Ja? Het is ook duur. Ja joh. Wat kost zo'n goede motor? Ik vraag welk merk je wil hebben. Over maar wat jij wil? Ja, wat ik wil. Ik wil KTM, dus dat is wel best wel duur weer. Nou, tweedehands. 6 tot 8k? Ja, dat is wel veel. Ik mama tiger. Nou, zij is het weer. Mensen. Wat leuke kaarsen. Oh, mijn god, wat leuk. Nou, die hebben we zelf geschilderd. Verkopen jullie het niet? Nee. Kijk hoe leuk. Was ook ons plan. Ja, we hebben zoveel plannen. Die kleuren ook. Waar heb ik dan gelaten? We moeten het gaan inschatten hoe groot 2 meter is. Nou, het is 20 centimeter kleiner dan die tafel. Dan is het? Deze tafel is 2,20. Hoe weet je dat? Omdat ik hem heb gekocht. Wie kocht dat? Waarom vond ik dat ook leuk, Paul Frank? Paul Frank is echt zo cool. Zag er zo niet uit eigenlijk. Ook van die blond Amsterdam wilde iedereen die agenda's hebben die zo fucking... Ik had wel in de eerste een agenda volgens mij van €35, die lijkt nog niet goed bij je hoofd. Ja, dan had je zo'n hele gekke van Vogue of zo kon je dan kopen. Je had vroeger toch die agenda van rode oortjes? Ja. Echt zo de wilde dat toen bij kinderen werd verkocht. Ja, gewoon, daar stonden gewoon chicks met blote jurken. Like everything. Ja, maar echt ook de verhalen erover. En... Ja, maar ook wel slecht voor het zelfbeeld. Want mensen dat maar echt bizar dat ze dat toen hadden. Dat je dat dan als kind naar de middelbare school had, een agenda van rode oortjes. Nou, ik heb niemand in mijn klas gehad die het had. Nee, maar het lag er wel. Ja. Misschien waren het gewoon van die vieze docenten. Gadver. Gadver! En dan komt dat ervoor.
Maar nee, dat zou ik ook niet. Maar dat ga ik dat niet zou doen. Ik ook niet doen, Lau. Lau heeft dus ontstoken amandelen. En ze koud nu koud gewoon omdat ze vond dat er weg stond. Maar moet je niet gewoon aan de knip? Ik word er helemaal naar van. Nou, ze zei dus. Maar het is gewoon aan het rotten in je keel. Als je 5 keer per jaar of zo gaat ontsteken, dan kan je ze er nog wel een keer uit. Oh, ik zou het na 1 keer al doen. Ze zei dat hoeft niet. Ze zei gaat gewoon weg. Maar wanneer? Ja, wanneer? Hoe lang duurt dat dan? Ja, ze zei dat het na 1 week of zo wel weg moet zijn. Maar dat klopt. Dus nou, het een week dus steeds... wordt het minder eindelijk. Maar ik kan maar zondag al. Maar die verschat, knip ze er gewoon uit. Dan heb je het nooit meer. Ja. Oké, ga je het laten zien? Ja hoor, als je het wil. Ik ben heel bang. Ja. Ja, ben je bang? Ja, ik ben nooit bang. Ik ben nooit bang. Als mensen iets vies willen laten zien, dan zeg ik, wat, laat maar zien, laat maar zien. Ja, omdat zij is die jou bij helemaal zit op te hypen. Nee, het is niet heel erg. Het is ja, ik ken vies. Dat. Het is gewoon vies. Maar het is denk ik dus wel al minder dan toen het was. Oh, okay. Dat vind ik jammer. Het zit echt achterin, zeg maar. Oké, wacht. Het zijn echt van die witte blazen erop. Je ziet het denk ik bijna niet. Zijn dat die dingen? Ja. Die zijn zo. Met die witte er zitten allemaal dingen op. Ja. Oh! Mag ik het nog gezien? Ja, ik wil het nog een keer zien. Ja, ik heb het niet goed gezien. Ik durfde gewoon niet. Omdat ik niet snapte. Je hebt het niet goed gezien, je moet gewoon nog een keer kijken. Ja, ik wist niet waar ik moest kijken. Zijn die dingen met de dingetjes, die puntjes erop? Oh, maar dat ziet er echt fucked up uit. Dat lijkt gewoon gezwellen met witte shit erop. Ja. Ugh. Maar het is echt, het wordt nu dus eindelijk minder. Want ja, maar girl, dit ziet er echt niet oké uit. Knip het er gewoon uit. Het is gewoon een of andere... Die vrouw, ik was gewoon bij de huisarts. Dus ze zei, ja, maar die huisartsen die lullen ook altijd maar wat. Ja, ze zei, soms groeit dat terug. Punt. Oh, wat erg. Oh, en ik kreeg er ook niks voor, niks van pijnstilling of zo. Ze zei, ja, als je echt heel erg koorts gaat krijgen, dan moet je wel terugkomen. Ik heb er gewoon kippenvel van. Normaal, ik heb dat dus nooit, hè. Kippenvel van dingen. Ja, nee, ik heb dus nooit kippenvel van dingen. Ja, maar het ziet er gewoon echt niet oké uit. En dan is die huisarts die dan zegt, ja, wacht maar, laat het maar gewoon... Maar huisartsen zijn sowieso wel heel moeilijk met hier doorsturen, hoor. Ja, ze zei, ja, waarschijnlijk gaat het dan gewoon 1 of 2 keer per jaar terugkomen. Alleen dat is niet zo maar erg. Dat is toch kut? Als je er al op kan rekenen dat je 1 of 2 jaar... Ja, dat bedoel ik. Ik stel het wel, knip het niet uit. Mag je ijsjes vreten en dan met een week is het weg en heb je het nooit meer. Ja. Rotte keel. Maar ja, wel vervangen de huisarts. Dus misschien doe ik gewoon nog een keer naar die ander. En dan zeg ik van, moet ik hier verder mee? Moeten zij het knippen? Nee, dan moet je toch in het ziekenhuis doen? Nee joh, dat doe je in het ziekenhuis. Ja, maar je moet wel doorverwezen worden. Ja, dan moet je onder narcose zijn. Moet je ook voor betalen, hè? Heb jij geen risico gebruikt? Kijk hoe lief heb ik gekregen. Maar waarom zou ik dat moeten halen? Als je het openmaakt straks, dan zeg je, oh ja, daarom. Nee joh, ik ben er niet van. Hebben jullie dat net nog ingepakt? Ja. Helemaal blij hoor. Ik zit helemaal na te denken wat we, ja dan... Ja, maar hebben we alles mee wat we voor morgen nodig hebben dan? Maar ik kan best wel zo'n ding dragen, hè? Dat ik gewoon mijn shit erop leg. Weet je het zeker? Ja, natuurlijk. Ik hoop dat mijn camera blijft liggen. Ik vind het zo erg dat ik 2 keer de trap op moet lopen. Ga ik liever 1 keer... Ja, dat ik half flikker, ja, same. Ja. Dan dat ik 2 keer loop, ja, echt. Ja. Hebben we alles mee? Maar hoe ga je dat meekrijgen dan? Dat is echt heel veel, hoor. Ja. Dat gaat toch niet. Het is nu 2 keer lopen. Nee. Ik ga niet 2 keer lopen. Oh, jawel, die stoel moet. Oh, jammer. Kijk, dit gaat. Jij hebt de sleutel. Ja, ik heb de sleutel, maar we moeten toch nog een keer. Ja, ik heb wel. Ja, ik heb wel. Jee. Wat ben jij? Ik moet zo. Oh, dit is zwaar? Jij hebt ook de zwaar. Ja, tuurlijk gaat het. Ook zo niet. Ik wil lekker het vallen. Ik weet wel of het 20 december is. Ja, 20 specifiek. Ja, 20 december. Maar regelen. Ja, wat specifiek inderdaad. Ik ben zo bang dat ik val met jullie spullen. Ik ga kleine stapjes nemen. Ik ben ook bang dat mijn... Oeh. Nee, komt goed. Ik ga eerst even mijn auto doen. Oeh.
Wat een kut deuren. Oh. Ik ga even mijn tuukje over nippen. Het regent echt wel. Beppe stenen. Oh. Waar staat je auto? Oh my god. Echt mijn nieuwe schoenen. Ugh. Wat voor schoenen zijn dit? Is zo erg. Je loopt ook gewoon. Waarom ren je? Ja, omdat, nee, omdat ik als ik ren, krijg je dit allemaal van die vieze... Dit. Oh, dit vind ik dus, hier kan je me dus echt paniek mee krijgen. Hè? Dit vind ik zo erg. En mijn schoenen ook. Was het gezellig? Ja, dankjewel. Ja, nou jullie bedankt. Ja. Ik vond het super leuk. Tot ooit. Oké. Ik vond het echt gezellig. Ja? Oké, gelukkig. Oké. Dankjewel. Ja, dat is altijd kut, omdat je nooit weet hoe iemand het vindt. Ja. Dat is echt zo. Ja. Oh, dit vond ik zo leuk. Geen grap. Echt, die meiden zijn zo lief. I cannot gewoon. Hoe schattig ze zijn ook. Echt leuk, ik ben positief verrast. Oh, ik ben er zo blij mee dat mensen het dan leuk vinden. Weet je wat ik dan ook... Ik vind het moeilijk om te accepteren, omdat ik gewoon de hele... voor de mensen die dicht bij mij staan, die weten hoe moeilijk ik dat vind. Omdat ik gewoon heel lang niet geaccepteerd ben. En voor wie ik ben en wat ik doe en wat ik zeg en weet ik het wat. En dus vind ik het gewoon heel erg fijn dat... Ja... Als mensen zo blij met me zijn en het leuk vonden. En daar ben ik heel erg dankbaar voor. Nou, maar echt, ik vind echt dikke chapeau voor hun. Want ik heb dus nooit... bij mij kan je geen verrassingen, geloof me. Degene, ik weet, als je kijkt. Je weet dat ik jou bedoel. Die heeft echt zoveel moeite altijd voor mij gedaan qua verrassingen voor mijn verjaardag. Het is zo fucking moeilijk om voor mij een verrassing voor te houden. Ik heb het gewoon eigenlijk altijd door. En het maakt geen reet uit hoeveel moeite je doet. Ik heb het gewoon altijd door. Echt like always. En ja, ik weet hoe moeilijk dat is voor degene. Want ik wil dus wel juist verrassing. Ik haat het als mensen dus mijn verrassingen spoilen. Maar dat vind ik echt knap. Dat ze dit als verrassing hebben kunnen houden. En ik heb het ook helemaal niet gezien liggen. Ze gaven het ook. En het was ook niet dat ik echt dacht van... Oh... Dit is, ik heb dat ook helemaal niet zien liggen. Dat ik dacht, oh, dat is misschien een cadeautje. Zij zei dat, oh, deze hebben we nog voor jou. Dat ik echt dacht, wow, oké. En dat, daar hou ik altijd van. Want normaal heb ik het dus altijd in de gaten. Maar goed, ik ga lekker rijden. Ik denk dat ik zo nog even de camera aanzet als ik op de snelweg ben misschien. Want dit is niet te doen. Dat ding, dat flikkert er elke keer vanaf. En ik heb er echt een scheidpleurig hekel aan. Zo grappig ook, dat ze elke keer dachten dat ik... voor niks bang was, scheid aan alles heb. Kan je nagaan dat ik al zo'n indruk geef? Nou jongens, ik ben inderdaad niet zelf bang voor alles. Ik heb echt heel veel scheid, maar ik ben niet van steen gemaakt. Oh ja, het is niet zo dat ik onverwoestbaar of zo ben hoor. Ik heb ook een hart. En ik vind ook heus wel dingen eng, maar ja... Weet je wat het is? Ik heb gewoon 25 jaar... Nou, laten we zeggen 24 jaar lang heb ik me in moeten houden. 24 jaar lang heb ik heel vaak gehoord dat ik niet goed genoeg ben. Of dat ik niet mag zijn zoals ik ben. Of dat ik toch anders moet zijn. Of dat ik toch niet zo'n grote mond moet hebben. Of dat het toch niet... Dit is niet goed en dat is niet goed. En dat moet wel aangepast worden. En hiermee ga ik het niet redden. En als ik dat blijf houden, ga ik het nooit halen. Ik heb het zo fucking vaak gehoord. En daarom dat ik ook dankbaar ben dat mijn idee zo goed wordt opgenomen. Want het geeft me zelfvertrouwen. Het geeft me... Zo vertrouwen dat ik misschien ooit wel mijn doel ga halen. Dus dat ik dit voor altijd kan gaan doen. Dat ik YouTuber word en gewoon voor mezelf kan gaan werken. En dus niet onder iemand geen verplichte collega's heb, et cetera. En dat doet me gewoon goed. En ik ben daar gewoon heel erg dankbaar voor. Dus, oké, doei. Ik zie jullie op de snelweg. Die vrachtwagen neemt trouwens fucking veel water met zich mee. Dat is echt fucking crazy. Moet je kijken. Dat is gewoon echt... Alsof je een fucking sneeuwstorm achter je hebt. Hier, dat is echt niet normaal. Als je daar achter rijdt, en dat heb ik namelijk een keer gehad. Toen ik rijles had, volgens mij de dag dat ik mijn rijles moest doen. Of een keer gewoon met rijles. Zat ik daar achter en ik moest daar inhalen. Nou, ik had gewoon geen zicht meer. Zo ziek. Neem maar zij dat water met ze mee. Dat is echt crazy. Dit is een soort zandstorm daarachter. Nou jongens, ik ben lekker thuis. Ik ga de vlog afsluiten voor vandaag. Because I'm very tired. En ik moet nog wat dingetjes doen. Sowieso wil ik allereerst de meiden van Lissy's Kaarsen heel erg bedanken. Echt,
dikke shout-out naar jullie. Much love. Het was echt super gezellig. Sowieso dat jullie ervoor open stonden om mij te ontvangen. Ondanks dat ik nog helemaal geen filmpjes had. En nog helemaal niet zo groot ben. En gewoon dat het gewoon super gezellig was. En ze hadden echt super lief gevraagd aan mij of ze nog wat eten of drinken konden verzorgen. Dus ze hadden lekker lunch gehaald en een lekker sappie. En koekjes. En hey, echt super lief dat jullie... dat ik zo goed verzorgd ben en dat jullie lekker alles hebben laten zien. En dat het gewoon echt, ja, ik vond het echt een hele gezellige dag. Dus ik ga lekker afsluiten. Als je nou een leuke vlog vond, vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Doe alvast een blauw duimpje omhoog. Vergeet me niet te volgen op Instagram om op de hoogte te blijven van alles. En laat eens vooral even weten wat je van de vlog vond. Of je het leuk vindt dat we een part 2 gaan maken. Dat gaan we sowieso doen. Maar laat even weten of je het leuk vindt, een leuk idee vindt. En als je nou een idee hebt met wie of wat ik de volgende keer moet meelopen, laat dat dan ook vooral weten in de reacties. Of stuur me een EM op Instagram. En dan zie ik jullie lekker volgende week weer. Later. Nou jongens, ik zou dan even laten zien wat ik heb gekregen. Voordat ik het straks gekregen. Ik ben echt heel benieuwd wat ik ze heb gekozen. Oh, mijn favoriete. Ja, dit is wel echt mijn favoriet. Ik vind deze zo cute. Dit is ook de nieuwste die ze... Nou ja, ik denk als de vlog online komt dat die dan wel even bestaat. Maar... deze hebben ze echt pas sinds, nou ja, wat is het, max een paar weken. En kijk hoe leuk. Oh ja, wat ik ook vergeten te vertellen ben. Als je dus iets van grafisch vormgeven doet. Of je doet iets met media en design of whatever. En je denkt, nou, dit bedrijf lijkt me wel leuk. Die meiden lijkt me wel leuk. Ik wil dat voor hun gratis doen. Zodat ik hun kan helpen qua kosten. En dat ik ook mezelf help door ervaring op te doen. Laat het dan vooral even weten bij hun. Linkje staat hier gewoon onderin. En je kan ze gewoon ook opzoeken op, Instagram. Lissy's Kaarsen. LIZZ GIKSAIS. En dan Kaarsen. En dan kom je er ook en dan stuur je ze gewoon een DM. Dus als je dat nou leuk vindt, laat het hun vooral even weten. Want dat zou ze heel erg helpen. En ik gun het die meiden van harte. Want ze komen gewoon echt een beetje tijd tekort. En ja, oké. Okay, later. Tot volgende week.